In 1914 wordt de aartshertog van Oostenrijk-Hongarije doodgeschoten. Frans Ferdinand wordt gedood door een Bosnisch-Servische nationalist. Daarop verklaart Oostenrijk-Hongarije de oorlog aan Servië. Oostenrijk-Hongarije krijgt steun van Duitsland, maar Rusland steunt Servië. Al die landen raken nu met elkaar in oorlog. De geallieerden met Rusland, Frankrijk en Engeland staan tegenover de centrale met Oostenrijk-Hongarije, Duitsland en het Ottomaanse Rijk. Nederland blijft neutraal. Jonge jongens uit alle landen trekken enthousiast de oorlog in. Maar de strijd is wreed. Moderne granaten, tanks, machinegeweren en gifgas zaaien dood en verderf. De partijen winnen nauwelijks terrein en in de loopgraven sterven duizenden soldaten. De oorlog wordt in 1918 door de geallieerden gewonnen met de steun van de Amerikanen. Duitsland en Oostenrijk-Hongarije worden verslagen en moeten een hoge schuld betalen.